Welkom lieve vuurtekens, welkom bij jullie reading. Dit is een verleden, heden, toekomst reading om te kijken waar je vandaan komt, waar je nu staat en waar je mogelijk naartoe zou kunnen gaan. Iedereen bedankt voor het abonneren en ik wil degene bedanken die de afgelopen dagen gedoneerd hebben naar mij. Dank je wel daarvoor. En dan gaan we kijken naar de algehele energie van de vuurtekens, ram, leeuw en boogschutter. We hebben de kaart vernieuwen voor jou en de stam. Het kan dus zijn dat jij bepaalde connecties achter hebt gelaten en ruimte hebt gemaakt voor nieuwe mensen. Dus we gaan even kijken hoe dat zich gaat uitwerken in jouw reading. Oké, wat mag ik in het recente verleden zien van de vuurtekens? De maan, de Temperance kaart en de ridder van staven. De maan die dus spreekt over gevoelens, intuïtie, dingen die verborgen liggen voor jou, die aan het licht mogen komen. Maar wat ik vooral hier ook op zie, is dat jij door een bepaalde poort heen gaat of bent gekomen. Hè, dat je een nieuwe weg inslaat. Ik voel voornamelijk de balans hier uitkomen. En de ridder van staven is een ridder die snel vooruit wil, hè? Vanuit passie, vanuit liefde, die deze nieuwe weg in wil slaan. Het kan ook zijn dat de Temperance kaart zegt, heb nog even geduld of doe wat rustiger aan. Want je komt net uit een transitie lijkt wel, of door een dood en wedergeboorte. En dan heb je wat rust nodig voor jezelf. Dus ga niet te snel. Oké, we gaan kijken naar het heden. De hart van de reading. Behoorlijk wat grote arcane kaarten. Ik heb er nu al 1, 2, 3, 4 op 6 kaarten. Dus ja, wat ik al zeg, je gaat door een grote transitie heen. Of daar ben je doorheen gekomen. En dat je dan wat rustiger aan mag doen. In jouw heden heb ik de 9 van bekers. Dat is de kaart van wensvervullingen. En in je hart van de reading krijg ik de wiel van fortuin. Nou, twee hele super mooie kaarten natuurlijk. Dus waar jij naartoe loopt, kan voor jou heel erg fortuinlijk zijn. En de Justice zegt, gerechtigheid voor jou. Dus wat je nu aan het doen bent, ik zou zeggen blijf het doen, want ik zie mooie dingen hier in het heden.
We gaan even kijken naar de mogelijke nabije toekomst voor jullie. Het is echt een gigantische reading wat ik hier zie liggen voor jullie. In je mogelijke nabije toekomst krijg je de Ace of Crystals. Dat is de Aas van Zwaarden. Ergens de realiteit nu van inzien. Je krijgt de Empress. Wat voor mij staat voor een hoge vibratie-energie. Een hogere frequentie-energie. Maar ook een geboorte van iets nieuws. En dan de Vier van Staven. De stabiliteit, de vreugde. De verbinding met jezelf. Dus wat ik hier zie liggen, vuurtekens, dat is hartstikke mooi. Wat ik voor nu zie, want we gaan zo nog een rondje eroverheen doen. Wat ik nu zie is dat jij dus in het recente verleden door een poort bent gekomen. Nou, we hebben net de 11-11 poort achter de rug, dat zou het kunnen zijn. En wanneer we door transities heen gaan, kan dat natuurlijk heel erg vermoeiend zijn. Maar aan de andere kant ook weer heel erg vernieuwend en waar je enthousiast van wordt, hè, met die Ridder van Staven. En het kan zijn dat je dus te snel vooruit wil, hè, dat je nieuwe ideeën krijgt, de inspiratie gaat misschien stromen. Maar ja, de Temperance kaart komt voor mij toch wel heel erg sterk binnen in jouw recente verleden. Van, hè, hou het geduld. Doe rustiger aan, hou jezelf in balans. Ja, en dan in het heden zie ik dus dat jij bezig bent met jouw wensvervulling. Er komt in ieder geval beweging. Dit is in je hart van de reading. Hè? En je hebt de algehele energiekaart ook vernieuwen. Dus ja, alles duidt erop dat jij dus een nieuwe weg inslaat. En in het heden ben jij daar dus nu mee bezig. Ja, je hebt twee kaarten naast elkaar die dus ook iets van karma aangeven. Hè? Het karmische wiel, de justice kaart, spreekt voor mij altijd vaak voor karma. En ik heb het sterke vermoeden dat jij dus een karmische cyclus hebt afgesloten met deze 11-11 poort. En nu vooruit kan gaan. En dat ga je dus ook voelen. Hè? Die enthousiasme, nieuwe ideeën, het stroomt weer lekker. Maar wees wel zuinig met jezelf. Ja, en dus in die mogelijke nabije toekomst zie ik dus de hand van Spirit die jou dus helderheid komt bieden ergens in. We gaan zo meteen wel zien wat dat is voor jullie. Oké, mooi. We gaan even kijken wat er bij mag komen en we gaan zien waar het naartoe leidt. Wat mag ik zien bij de maan? We hebben daar de koning van munten. Wat voor mij ook altijd weer voor zekerheid uitspreekt, uitstraalt. Stabiliteit, hè? Dus ja, in dat recente verleden moest jij dus wat meer stabiel worden, meer in balans komen op aards vlak. Dat heb je misschien ook gewenst toen je door de poort heen ging. Het kan ook zijn dat jij de cyclus van de afgelopen 6 maanden hebt afgesloten, hè, van de eclipsseizoen. En daar nu een nieuwe weg in slaat. Voor de komende 6 maanden. Wat mag ik zien bij de Temperance kaart?
Negen van munten. Ja, dit is voor mij de kaart van bevrijding. Onafhankelijk zijn. Op je eigen benen kunnen staan. Ja, en dat is ook wat de Temperance kaart dus vertelt. Hè? Die balans weten te behouden voor jezelf. Het kan ook gaan om een stukje financieel, wat ik hier dus zie met die muntenkaarten. Dat je daar meer stabiliteit in hebt gekregen of wilde krijgen. Wilde krijgen, laat ik het zo zeggen. En dat je daar dus nu in het heden meer naartoe aan het werken bent. In het recente verleden zie ik dus ook dat je ergens passie voor hebt en dat je dat ook graag wil uitvoeren. Drie van staven komt daarbij. Ja, er komt iets naar je toe, hè? Dat is de drie van staven, dat er iets naar jou toe komt. En jij loopt daar ook naartoe. Hè? Dus als je een droomwens hebt gezet in de toekomst, dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat jij in beweging blijft. Dat je daar naartoe wandelt, hè? En onderweg je dingen blijft doen. En dat is ook die ridder van staven hier, in beweging blijven, maar niet te enthousiast worden dat je over de kop gaat. Hè? Want je hebt wel wat het een en ander moeten doorstaan, heb ik het gevoel. Dus doe het rustig aan, doe het stapje voor stapje. Weet dat je in beweging bent en dat het ook richting hè, jou komt. De negen van bekers krijgt de koningin van zwaarden. En dat is voor mij altijd iemand die ja, de grens kan stellen vanuit een gezonde grens kan stellen. Mag ik vragen waarom de koningin van zwaarden hierop komt? Ja. De hermit komt erbij. Ik heb het gevoel dat jij dus nu heel goed weet waar de grens ligt voor jouzelf. Hoogstwaarschijnlijk in jouw verleden ben je continu over jouw eigen grenzen heen gegaan. En heb je dat dus moeten leren. En in het heden zie ik dus nu dat je die zelfkennis nu wel hebt. En dat je gezonde grenzen voor jezelf kan stellen. Ik ga heel hard boeren nu. Dus je hebt iets losgelaten. En ik weet niet, het voelt voor mij dat het te maken heeft met deze kaart hier. Dus een kaart van gelijkgestemde, hè? Familie, zielsfamilie. Het kan zijn dat je hebt moeten leren om je grenzen te stellen met bepaalde mensen om jou heen. Die jouw wensvervullingen misschien in de weg stonden. Oké. Wiel van Fortuin in de hart van de reading. Wat mag ik daar zien voor de vuurtekens? Twee van staven. Ja, dat is een... Ja, welke richting wil ik nu op? Welke kant wil ik uit? Misschien dat je daar nog over nadenkt. Dat je nog niet helemaal helder hebt waar je naartoe wil. Misschien daarom ook de hand van spirit in jouw mogelijke nabije toekomst. Om die helderheid te krijgen van ja, welke richting wil ik nou precies uit? Wat heb ik te bieden? Want het is voor mij altijd de kaart. Wat heb ik te... wereld te bieden. En dan de Justice card. Krijg de Hierofant. En die ligt hier ook onderaan het dek. Van de andere. En wanneer ik een kaart onderop het dek bekijk, dan is het iets wat jij dus niet ziet van jezelf. En
De hierofant is voor mij de spirituele leraar. Je hebt dus iets moeten leren, duidelijk. Hè? Misschien met mensen om jou heen, verbindingen om jou heen. Want onder de hierofant ligt de lovers. Wat ik al zeg, met de stam, verbindingen. Je hebt iets moeten doen. Je hebt iets daarvan moeten leren. En dat wil niet zeggen liefdespartner alleen, maar gewoon verbindingen algemeen. Ik heb het gevoel dat je daar een les in moest leren om je grenzen te bewaken. Dat je in het verleden toch wel over je eigen grenzen heen bent gegaan. Iets zat jou in de weg sowieso met jouw wensvervullingen te behalen. Want ja, bij het wiel van fortuin voel ik dus echt die bewegingen. Ik zie ook de wiel draaien voor jou. Dat het in jouw voordeel draait. Dus misschien in dat verleden dat er mensen op jouw pad waren die jou aan het hinderen waren om je pad verder te bewandelen. En heb je moeten leren om je grens daarin te trekken. En misschien ben je daar nu mee bezig, want het ligt in het heden. Misschien is het nu ook heel belangrijk om goed te kijken om jou heen welke verbindingen je hebt. En hoe staat het daar met mijn gezonde grenzen? Ja, dus geen grens stellen vanuit angst, maar vanuit zelfliefde. Bij wie heb ik het gevoel dat ze mij hinderen op mijn pad? Wie vraagt te veel aandacht van mij? Misschien ben je het zelf wel. Misschien vraag je te veel aandacht van een ander. En ben je te veel bezig met een ander, waardoor jij dus ook je pad niet bewandelt. Ja, dat gaat natuurlijk beide kanten op. Oké, in de mogelijke nabije toekomst, dat mag ik zien bij de Aas van Zwaarden. De krachtkaart. Helderheid op jouw kracht, je innerlijke vuur, je wilskracht. Dat je meer aan kan dan je zou denken, of dat je meer bent dan je zou denken. De Empress. Dat je veel meer te bieden hebt dan jij zelf in de gaten hebt, hè? Want deze komt heel sterk binnen bij mij van, ja, wat heb ik te bieden? Wat heb ik de wereld te bieden? En ik heb het gevoel dat je dat nog niet helemaal helder hebt van jezelf. Vandaar ook dat je niet weet, ja, welke richting wil ik nou uit? En in de mogelijke nabije toekomst kan dat dus veranderen. Hè? Je kan dus meer helderheid daarop krijgen. En je gaat dus ook zien dan wat jij waard bent, wat jij kan. He, vooral met de Empress hier. Wat je waarde is. Want er ligt hier ook wel het een en ander over waarde. Je eigen waarde. He, met de koning van munten en de negen van munten. Ja, misschien heb je een lage eigen waarde. Dat zou heel goed kunnen. Nou, de gebrekkaart komt eruit. Waarde. Je eigen waarde. He, dus het staat een beetje op een laag pitje. En in het heden ben je daar misschien mee aan het werk. Ben je misschien zelfreflectie hierover aan het doen. Wat kan ik veranderen, zeg maar, aan mezelf om mijn wensvervullingen te behalen? Wat heb ik te bieden, wordt er dan gevraagd. Wat heb jij te bieden de wereld in? Hoe kan het in jouw voordeel draaien? Ja, het heeft ook allemaal te maken met balans binnen in jezelf. Twee van staven, Temperance, Justice. Allemaal balanskaarten wat ik hier zie. Ja, er is iets wat jij mag transformeren in jezelf. En dat is die eigenwaarde. Je hebt niet door wat jij waard bent voor de buitenwereld. En die waarde mag je binnen in jezelf ontdekken. En dat
ligt in het heden voor mijn gevoel hier, dus daar ben je mee bezig. Maar er is wel een afleiding buiten jezelf. Ja, met de koningin van zwaarden. Er is echt wel een afleiding van jouw pad. En dat kan jij zelf doen. Hè? Dat jij jezelf continu laat afleiden met iets buiten jezelf. Dat je te veel bezig bent met andere ja, familie, andere zaken die om jou heen spelen. Dat je daar te veel focus op legt. En ja, waardoor het, zeg maar, jouw wensvervulling verhindert. Hè? Jouw pad wordt geblokkeerd door jouzelf. Het kan zijn dus dat je nog jezelf een beetje aan het saboteren bent hierin. Misschien ben je daar al bewust van dat je dit doet en ben je dit aan het doorbreken voor jezelf. Ja, of het is iemand buiten jouzelf die continu de aandacht vraagt van jou. Kijk even goed welke kant je staat. Ben ik het zelf die continu aandacht vraagt bij anderen? Of zijn het anderen bij mij? Want het is vaak wel een weerspiegeling natuurlijk. Misschien is het beide. Probeer dan een beetje afstand te creëren voor jezelf. Kies voor jezelf, hè. Gezonde grenzen zetten voor jezelf. En ga doen wat jij wil doen, hè, om die wensvervulling te behalen. Om uit een bepaald gebrek te komen. Zoals ik al zeg, hè, het geld ligt hier ook. Dus het kan zijn financieel gebrek waar je uit wil komen. Ja, dan zal je daar iets voor moeten doen. Nou, een schildknaap van munten, 2 van munten, 4 van munten. En weer die aas van zwaarden. Ja, er ligt hier een heel verhaal. 3 van munten, temperance weer, maan weer. Ja, er ligt een heel verhaal hieronder en er is iets op financieel vlak wat je mag gaan afsluiten. Er moet helderheid komen op jouw financiële toestand. Want er is iets waar jij van droomt. En ik heb het gevoel dat je ergens passie voor hebt met die Ridder van Staven. De Ridder van Bekers. Je hebt ergens liefde voor, ergens passie voor in dat recente verleden. En er wil iets naar jou toe komen, maar je laat je te veel afleiden. Dat is eigenlijk het knelpunt hier, die afleiding. En dat heeft misschien ook hiermee te maken, met die stam. Stam komt voor mij niet helemaal zo sterk, niet heel sterk binnen. Heel gek is dit. Ik krijg bijna geen energie eruit. Dus het kan zijn dat er mensen zijn om jou heen die jou geen energie brengen. Dit is voor mij een kaart waarvan ik denk van, ik voel hem gewoon niet. En dit kan jouw afleiding zijn. Dat er mensen om jou heen zijn die dus jou die energie niet brengen. Die jou niet upliften. Maar energie weghalen. En nogmaals, jij kan het zelf ook doen. Hè? Het is niet altijd de vinger wijzen naar de ander. Maar jij kan dit ook zelf doen. Ook jij kan jezelf saboteren om een nieuw begin te starten. Omdat je misschien onbewust nog een bepaalde angst draagt. Om vernieuwing te brengen in je wereld. Wat mag ik zien bij de 4 van staven? Twee van zwaarden. Ja, je ziet iets niet. Bij de 4 van staven. 4 van staven spreekt over stabiliteit voor mij. Vreugde, verbinding. Ja, toch, die verbindingen komen toch weer terug. Er zijn mensen waar jij je continu mee bezighoudt of mensen zijn bezig met jou en jij hebt het niet helemaal door. En deze mensen, of jijzelf, houdt jezelf of de ander jou in gebrek. Het houdt je van je pad af.
Dus wat je kan doen hier in het heden om dus richting je wensvervulling te lopen en weer in beweging te komen. Dat is het belangrijkste. Die wiel moet gaan draaien en die zie ik ook draaien. Maar dan is er wel iets van een reflectie nodig hierin. En ik heb het sterke vermoeden dat het gaat om mensen om jou heen. Of dat nou vanuit jouzelf is waar je mee bezig bent continu, of dat het andersom is, dat mensen continu met jou bezig zijn. Het kan ook zijn dat jij dit dus aantrekt. Hè, die mensen met lage energie, die jou dus van je pad willen afleiden, te veel bezig zijn met jou, je continu bezighouden. Waardoor jij dus vermoeid raakt en eigenlijk niet jouw pad kan bewandelen omdat je vermoeid bent. Zeker de Hierofant spreekt voor mij dat dit een hele belangrijke les is. Hè? Zeker met de Wiel van Fortuin en de Justice kaart. Twee keer karma komt hier. Dus het is echt een zware karmische les. En hoogstwaarschijnlijk is dit ook een herhalend patroon. Heb je dit al veel vaker meegemaakt in jouw verleden? En ja, krijg je dus nu de uitdaging en het inzicht nu dat daar iets in mag veranderen. Want jij hebt iets te bieden. Maar ben je daar ook van bewust dat jij iets te bieden hebt? Dat is de vraag, hè? Dat is die waarde zien van jezelf. Zie jij van jezelf dat jij iets te bieden hebt? Dus als jij de reflectie gaat doen met jezelf, hè, om die duidelijke grenzen te gaan stellen voor jezelf vanuit zelfliefde, dus ook voor jezelf durft op te komen hierin en durft te zeggen van, hè, ik heb wat tijd voor mezelf nodig of ik heb het gevoel dat het niet werkt tussen ons, er is te veel afleiding, ik heb meer tijd voor mezelf nodig, wat het ook mogen zijn. Je mag dit ook uitspreken. En ik denk ook dat het de bedoeling is dat je het meer gaat uitspreken, zodat het ook duidelijk is voor jou, maar ook duidelijk is voor de ander. Want jij bent aan het vernieuwen. Jij moet reizen uit het as, die dood en wedergeboorte door. Want ja, je verliest je innerlijke kracht daardoor en dat is gewoon doodzonde. Ik voel dat ik daar nog even een kaart op wil zien, op de krachtkaart. Nou, nog een keer de Temperance kaart. Acht van zwaarden. Ja. Die balans weten te houden met jouw energie. Je geeft te veel energie weg. Of jij dit nou zelf doet, of de ander. Nou ja, je doet het sowieso. Je doet het zelf. Want jij laat het toe. Jij laat die mensen dus over jouw grenzen heen gaan. En je durft niet te zeggen van ja, tot hier en niet verder. Hè? Ik vind het leuk dat ik je gesproken heb, maar nu moet ik andere dingen doen, bijvoorbeeld. Ja, te veel aandacht. Dat is eigenlijk wat ik daarbij doorkrijg. Er wordt te veel aandacht besteed of gevraagd. En het is tijd dat je de focus naar jezelf toe draait, je dingen gaat doen. Want het is wel, ja, je moet uit een bepaald gebrek komen. Of dit nu gewoon jouw eigenwaarde is, of dat het financieel gebrek is, dat weet jij. En dat is heel belangrijk, hè? Want anders blijf je in zo'n cirkel hangen. Goed, gaan we nog iets extra's doen? Engelen, oké.
Extra engelenberichtjes. Oké, wat mag er doorkomen? Extra toevoeging aan het bericht. Transformatie. Door de allesomvattende liefde die je omarmt, transformeer je in een steeds groter licht, een steeds grotere eenheid en een steeds grotere wijsheid. Ja, dus wat, ja, dat wordt eigenlijk bevestigd, hè, dat je door een transformatie heen gaat. Het onbekende. Wees niet bang voor het onbekende. Dit is een periode van indringende verkenning en transformatie. Onbekend terrein leidt tot nieuwe horizonten. Ja, dat is ook de zelfsabotage wat ik net voelde. Hè, het nieuwe staat voor je deur. Je kan dus nu, hè, jij kan nu kiezen welke richting wil ik uit. Blijf ik in het oude vertrouwde en blijf ik mezelf afleiden? Of laat ik mezelf afleiden? Of ga ik nu echt mijn pad lopen en ga ik doen wat ik wil, waar ik plezier in beleef, waar ik passie voor voel. En ja, laat ik me niet meer zo afleiden. Hè? Kan ik nu die grenzen gaan stellen voor mezelf? Prestaties. Neem de tijd om na te denken over wat je tot nu toe hebt bereikt. Het is vaak gemakkelijk om te vergeten waar je bent begonnen en hoe ver je al bent gekomen. Erken de bijzondere reis die je leven is en wees er dankbaar voor. Ja, dat is ook heel belangrijk om terug te kijken zo nu en dan. Van waar kom ik vandaan? Misschien heb je dingen opgeschreven voor jezelf. Lees je journals na. Waar stond ik een jaar geleden? Waar stond ik 2 jaar geleden? Hoe stond ik daarin? En waar sta ik nu? Hoe ver ben ik gekomen eigenlijk? En dat geeft jou ook een boost, hè, om verder door te lopen. Nou, duidelijke bevestigingen over je transformatieproces in jouw heden. Hè, dat je mag reflecteren met jezelf. Ja, heb ik mijn grenzen niet goed neergezet? Zijn er nog grenzen vanuit angsten? Ben ik me aan het verstoppen? Durf ik de confrontatie niet aan te gaan met bepaalde mensen? Durf ik niet voor mezelf op te komen, ja of nee? Schrik ik altijd naar de ander? Of durf ik gewoon te staan voor wie ik ben? Ja, met de Empress en de 9 van Munten. Durf ik te staan voor wie ik ben? Deze volwassen man of vrouw? Durf ik een keer nee te zeggen? Of laat ik me weer meeslepen omdat ik bang ben voor het oordeel van de ander? Het is aan jou. Die keuze ligt in jouw hart van de reading. En jij kan bepalen welke richting het wiel van fortuin opdraait. Het kan terug naar het oude vertrouwde of het kan verder naar het nieuwe, het onbekende. Oké. Okay. Dankjewel voor het kijken, lieve vuurtekens. Ik hoop dat ik je de inzicht en inspiratie heb mogen overbrengen. Vind je het leuk om deze video's te blijven ontvangen? Vergeet dan niet te abonneren hieronder ergens. Als je op de titel klikt van de video, kom je in de beschrijvingsbox terecht voor meer informatie. En dan bedank ik je voor je steun. En wie weet zie ik je snel terug bij een volgende video. Doei doei!